Goedendag, het is een fraaie junidag met wolkenvelden, maar ook zonneschijn. Vanuit de lucht ziet het er zo uit. We hebben te maken met een hooggedrukt gebied met de kern boven de Noordzee. Daardoor blijft het vandaag en morgen droog. Er zijn wel een paar wolkenvelden te zien, met name boven het zuidoosten van het land. Maar de zon schijnt op veel plaatsen volop vanmiddag bij een temperatuur van 20 of 21 graden in het noorden tot zo'n 24 graden in het midden en 26 in Limburg. En er staat niet al te veel wind vanuit het noorden, hoog gaat windkracht 3. Vanavond neemt de wind af, ligt de temperatuur bij zonsondergang rond een graad of 17 in het noorden tot zo'n 23 in het zuiden. Morgen blijft het droog, is het vrij zonnig. Voor het eerst dit jaar bereikt de temperatuur de tropische waarde van 30 of 31 graden. Alleen in de noordelijke provincies en langs de stranden is het minder heet. Boeierig warm wordt het op de donderdag, met veel ruimte voor de zon. In de ochtend, in de middag en avond wordt de lucht onstabiel. En kunnen met name in het zuiden en westen een paar stevige regen- en onweersbuien gaan ontstaan. En dan hebben we vrijdag een overgangsdag. Nog erg klam op sommige plaatsen met gemiddeld 28 graden. En dan trekken buien van zuid naar noord over Nederland. En het kunnen flinke exemplaren zijn met lokaal veel water en onweer. In het weekend is het licht onstabiel. Zon, een paar buien en minder warm met 22 tot 26 graden. Maar vandaag is het een prima junidag. Ik wens u een fijne dag.